Eind jaren 90 belandt een Canadees jongetje tijdens een van zijn met testtrainingen en proefpotjes gevulde rondreizen door Europa bij Ajax. Waar hij met leeftijdsgenootjes een toernooi mag meespelen. Bij de tegenstander staat een klein jongetje voorin. Ene Drenthe. Een natuurtalent. Dat alles helemaal vanzelf doet, waar Jacob's vader zijn zoon dag in dag uit uren op laat oefenen. Mechanically, you know, learning by repetition and so. Tot het kind net zo gek van voetbal wordt als Boris Lenski al zijn hele leven is. Die achterstand, weet pa Lenski, die zullen we moeten inlopen. You know, making me run hills or, you know, yeah, life was not nice. 8 jaar later was Royston Drenthe linksback van Feyenoord. Voor de Canadese jongen die zich via Celtic een weg naar het Europese vasteland had gebaand. Hij had het gehaald. Het was hem gelukt. Maar zo voelde het allerminst. In Rotterdam keek geen mens naar hem om. Hij werd er gepest en voor schut gezet en speelde slechts 1 keer in het eerste. Uit bij Twente, een ellendige dag. Regen en 3-0 verlies. 's Avonds dronk hij zich half bewusteloos om te vergeten dat dit de droom was waar hij een jeugd lang op was voorbereid. Een seizoen later waaide hij aan in Utrecht. Een vat vol problemen, miserabele gedachten en talent. 2 jaar hield hij het vol. Ondertussen werden de drankkegels penetranter, zijn afwezige momenten onverklaarbaarder, zijn woonkamer smeriger. Fans die hem met een winkelwagen vol drank door houten zagen schokken, lichtten de club in. Hij geeft te veel feestjes, schreven ze. Maar Jacob Lenski gaf geen feestjes. Hij dronk het allemaal zelf op. Alleen. Na 59 eredivisiewedstrijden ging het niet meer. Jan Wouters en Ton de Kruik stonden erbij te huilen. De jongen die als meest veelbelovende voetballer van een heel continent Canada had verlaten, keerde er terug als drankzuchtige ex-prof. In 2019 maakt Fox Sports de documentaire The Lenski Project. Voetballen doet Lenski al lang niet meer. Hij luistert naar muziek, rookt en wacht op de fentanyl-dealer. Fentanyl is een soort heroïne voor mensen voor wie heroïne nog niet vernietigend genoeg is. Lenski spuit het in voor de camera. Schaamteloos, hulpeloos. But it's only for a short time, right? Only for half an hour. Je kan alleen maar hopen dat hij een paar tellen niet hoefde te denken aan hoe sommige achterstanden nooit meer in te lopen zijn.